Weet je nou wel of je zelf ook een beeld bent? Ja, het was hier zeker, hè? Ja, zeker. Ja. 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 Oh, gezellig. Oh, gezellig. Nou, weer in Hoe is het nu met? Deze keer met... Nicole Vol. Dag Nicole. Hi. Wat fijn om er te zijn. Ja, inderdaad. Heerlijk met jou altijd. We gaan het proberen ook een beetje serieus te houden. Ja, dat lukt wel. Ja, ik wil even... Want ja. Met deze erbij lijkt het alsof het natuurlijk allemaal spielerij is. Maar dat is het niet allemaal. Je hebt op ons podium gestaan. Ja, op 27 maart 2016. 2016, 2 jaar geleden. Ja. Wat heb je daar verteld? Oeh, wat heb ik daar verteld? Ja, mijn levensverhaal. Maar dat was natuurlijk een onmogelijke opdracht. Maar daarmee heb jij wel heel veel in gang gezet. Daarmee is heel veel in gang gezet. Met die dag en ook met het verhaal. Want jij daagde mij toen uit, althans ik voelde me uitgedaagd. Om dus mijn levensverhaal in 20 minuten te kunnen vertellen. En mijn eerste gedachte was, dat gaat niet, dat is onmogelijk. Nou, daar ben ik natuurlijk mee aan de slag gegaan en dan ontstaat zo'n verhaal. En ik las dat op een gegeven moment aan mij terug en ik dacht, nee, dit klopt niet meer, dit ben ik helemaal niet. En uiteindelijk heb ik toen nadat het verhaal klaar was, heb ik de conclusie getrokken dat mijn leven, kort samengevat, een sprookje is. Oké. Maar dan zeg je van, je zag het verhaal en toen zei je van, dat klopte niet meer. Maar was dat dan na dat deel je verhaal? Nee, was daarvoor al. Wat daarvoor al? Ja, ik had een soort samenvatting van mijn verleden gemaakt. Er is in 2005 ben ik voor mezelf begonnen. Maar wat daaraan vooraf ging, als ondernemer. Ik ben sprookjesondernemer, sprookjescoach. Ik help vrouwen met het creëren van een sprookjesmerk. En er is heel veel aan vooraf gegaan, zeg maar, voordat ik begon. En onder andere een burn-out. En alles wat voor die burn-out was geweest, tot het moment van die burn-out en de soort van overwinning die je daarna kunt voelen als je daaruit komt, dat was mijn verhaal, dacht ik. Maar het accent in mijn verhaal lag heel erg op mijn verleden en op wat ik had meegemaakt en een beetje de pijn en de ellende, zeg maar. En ik kwam er eigenlijk meer achter door het vertellen van het verhaal. Dat niet het allerbelangrijkste was wat ik had te vertellen. En dat het allerbelangrijkste wat ik te vertellen had, was juist het moment wat ik heb gedaan met mijn pijn. Dus wat ik heb gedaan met die burn-out en hoe ik eruit ben gekomen. En dat ik dus in 2005 voor mezelf ben begonnen en ja, daarna mijn leven in een enorme positieve flow is gekomen. Dat was eigenlijk de kernboodschap. En daar kwam ik achter door dus bezig te zijn met het verhaal. Met dat verhaal dan? Ja. Oh, wat mooi. En wat, ja. Wat heeft het daarna dan? Wat heeft het daarna dan nog iets voor je gedaan? Ja, nogal. Ja, sowieso ben ik nu ook op dit moment veel meer nog met verhalen bezig. Ik was al heel veel met verhalen bezig, maar vooral verhalen van anderen. Want ik heb altijd mensen ondersteund in de creatieve sector. En heel veel theatermakers. En die vertellen verhalen. Net als dansers en beeldend kunstenaars. Maar mijn eigen verhaal... Ja, dat was op de achtergrond. Dus dat podium was ook een moment dat ik voor het eerst eigenlijk in het licht stapte, letterlijk in het spotlight, en mijn verhaal vertelde. En mijn levenslessen. En, hoe was dat voor je dan? Ik was natuurlijk behoorlijk zenuwachtig. En ik heb het toen ook, mijn talk heette Pep Talk voor twijfelkonten, perfectionisten en control freaks. Oh ja, ja, dan weet ik het weer. Dat was mijn titel. En dat heeft te maken gewoon met de innerlijke processen, hoe ik dus dat ervaren, hoe ik dat heb ervaren. Jezus, ik werd helemaal zenuwachtig. Maar tegelijkertijd was ik ook opgewonden. En er zit een grote perfectionist in mij die dan het perfecte verhaal wil vertellen. En het is eigenlijk al perfect, in de imperfectie. Dat vind ik ook zo mooi aan jou en aan jouw podium, want daar sta je voor mij ook voor, hè? Naast die openheid. Dat je gewoon mag zijn wie je bent en dat het hele verhaal telt. Ja. Niet alleen die mooie kant, niet alleen de ellende, maar gewoon juist de reis die daarin te vinden is. En daar werk ik bijvoorbeeld nu mee als de reis van de heldin. Hoe kom je op de metafoor van dat sprookjes? Ja,
Nou ja, ik zeg heel vaak dat de dingen mij vinden. Dus door wat ik zei, ik zocht naar een soort samenvatting van mijn leven. En uiteindelijk concludeerde ik dus dat is te vergelijken met een sprookje, ja, omdat ik het zo beleef. Ja. Ja, omdat je als je uit een flink dal komt en heel veel shit hebt meegemaakt, zeg maar. En je verlangt naar van alles en nog wat en het komt maar niet in je leven. En je verliest alle hoop en alle geloof. En uiteindelijk, door ook aan mezelf te werken, mezelf te graven, mijn verleden te graven. Dingen een plek te geven, te gaan voelen, in mijn lijf te gaan zitten. Ben ik gaan groeien en zijn zo langzaam vallen dan stukken op zijn plek. En dan ineens begin je het leven te ervaren als, jezus, er is, ik ben een mooi mens, er is heel veel mogelijk. Tot die vliegende start die ik heb gemaakt als ondernemer. En toen kwam eigenlijk vanaf dat moment, vanaf 2005, kwam er alles in mijn leven wat ik tot dan toe had verlangd, maar er gewoon nooit was. En ja, dat heeft zoveel, dat heeft me zo, wow, zo verwonderd en dankbaar gemaakt dat zeg maar dat sprookje was. Ja. En dat soort fasen doorloop je voortdurend, want van het sprookje ga je soms ook weer terug de reis in, zelfs de nachtmerrie in of de hel in, zou ik maar zeggen, het avontuur aan. Ja, dat zit ook altijd in sprookjes, toch? Ja, ja, en dat kan zwarte ook. Kant en, precies, de draken. De draken en de heksen. Ja, er is ook in de reis van de held heb je één moment, dat heet de donkere nacht of de duistere nacht. En dat is echt je allerdiepste, diepste punt dat je denkt, je wil het ook opgeven. Je denkt dat je het nooit meer, dat dingen nooit veranderen of dat jij het niet aan kan. En als je daar doorheen komt, dat is de transformatie. Dat is het punt van transformatie, ja. Maar in het begin van de reis, je moet drempels over. Maar je komt ook magische helpers tegen op je pad. En ik zie jou dus ook als een magische helper op dat pad. Want dat sprookjespad is daar ergens begonnen. En pas toen ik het had, toen het woord mij had gevonden, zal ik maar zeggen. En ik had ontvangen en ja, er ja tegen had gezegd. Toen besefte ik me ook dat ik bijvoorbeeld mijn huis al heel lang als sprookjeshuis profileerde op Airbnb. En dat ik thuis een kaars had staan die ik van iemand had gekregen en dat daar stond sprookjeskaars. En weet je, dan begin ineens, ja, ja. Dat was heel, heel, heel erg grappig. Ja, en nu zitten we hier in een sprookjeskasteel. Ja. Wat we eigenlijk niet mogen filmen, maar stiekem toch een beetje doen. Ja, de sprookjesrebellen. Sprookjesrebellen, ja. En als jij dan nu, want dan zeg je van, goh, achteraf, is daar een kantelpunt in mijn leven geweest? Ja. Als je nou een advies hebt naar andere mensen, of een advies zou willen geven aan andere mensen die nog twijfelen of ze op dat podium wel of niet gaan staan. Ja, wat zou jouw advies zijn? Ik zou zeggen, neem vooral je twijfel mee het podium op. Dus wacht niet tot je twijfel op een dag verdwijnt of dat je hem onder controle hebt. Maar neem hem mee, want hij is deel van ons leven. Twijfel en wanhoop en verdriet en al die soort van negatieve emoties of gevoelens die wij vaak als negatief bestempelen, dat is de helft van ons leven. Dus het zou idioot zijn om dat niet mee een podium op te nemen, want wat het ook doet, door te luisteren naar andermans verhalen, wat het mij heeft gebracht in ieder geval, is dat ik daar troost in vind en herkenning in vind. En dat doen films en verhalen natuurlijk sowieso over het algemeen wel. En in die zin geven verhalen mij ook moed, bepaalde verhalen, om juist wel die stap te nemen en dingen te doen waar je bang voor bent. Of waar je moed voor nodig hebt. Omdat elk verhaal gewoon de moeite waard is om te vertellen en om naar te luisteren. Ja, dus eigenlijk zeg je van, het is altijd de moeite waard om te gaan. Ja. Ook voor jezelf, als je twijfel hebt, eigenlijk laat die twijfel niet bepalen of je wel of niet je verhaal deelt. Precies. Ja. Ja. En hoe is het nu met je dan? Want het is een hoe is het nu met? Hoe is het nu met me? Ja, nou, ik heb nog zeker wel afgelopen 2 jaar af en aan in de twijfel gezeten. Maar ik ben nu op een punt in mijn leven dat er is heel veel beweging sowieso. Wat je zegt, we zitten nu in een sprookjeskasteel. Dat is mijn kantoor. Ik heb van dat sprookje heb ik uiteindelijk... daar heb ik heel veel mee gedaan. Ik heb me daar zelf dus nog meer door laten inspireren. En ik ben allerlei dingen gaan doen die ik eigenlijk al lang wilde, maar waar ik ook moed voor nodig had.
En waar ook niet soms meteen iets uit rolde, maar wat wel ook weer heel veel in gang heeft gezet. En ik had naar aanleiding van het verhaal ook een bepaald beeld in mijn hoofd de hele tijd van de prinses op het witte paard. En dat staat voor onafhankelijk, autonoom of in ieder geval zelf de regie nemen over je leven. En de teugels vasthouden over je wilde kant, die er absoluut mag zijn, maar ook die fijn is om af en toe helemaal uitgeleefd te worden, maar ook fijn is om te kunnen sturen. En dat beeld heb ik letterlijk ben ik gaan maken met een fotograaf. En ik zag mezelf ook in een soort prinsessenjurk in de modder. Vanuit die burn-out, vanuit de ellende, maar met zo'n big smile. Dus dat je gewoon door die shit heen moet en daar gewoon als. Dat daaronder heel veel schoonheid zit. Of er is altijd heel veel schoonheid en die shit hoort erbij, zeg maar. En die, ook in de shit is schoonheid. Ja, ook in de shit zit uiteindelijk schoonheid. En die beelden ben ik dus echt gaan maken met een fotograaf. Daar heb ik gewoon van alles voor in gang gezet. Ik heb een coach geregeld, want ik had nog nooit op een paard gezeten. Oké. Okay. Het was niet alleen de foto de uitdaging. Nee. Ik had jurken besteld, weet je wel. En ik had nog nooit, het moest een soort bruidsjurk worden. Ja, daar heb ik er maar 3 van besteld. Want ik dacht, ik weet echt niet of ze me passen. En het was een hele onderneming. Fotograaf regelen, locatie regelen. En daar is uiteindelijk mijn eigen sprookjesmerk uit voortgekomen. Dus ja, dus hoe is het nu met me? Ik ben mijn dromen weer, op mijn nieuwe dromen aan het leven. En dat doe ik met alles wat erbij komt kijken. Met angst, met twijfel, maar ook met blijdschap en met opwinding en met daadkracht. Het echte sprookje met alle ups en downs. Ja, en dat voelt heel goed. Nou, wauw. Dankjewel, Nicole. Alsjeblieft, meer. Deze korte terugblik op hoe het nou met je is. Ja. En nou ja, je hoort het. Mocht je, net zoals Nicole, mocht je behoefte hebben aan zo'n mooie, inspirerende coach als Nicole, dan weet je om nu te vinden. Maar daarvoor niet alleen het filmpje, dat is natuurlijk ook voor God delen van bent. En ja. Mocht je nog twijfel hebben, dan schroom niet en neem contact op. Ja, do it. Just do it. Just do it.